Hallo allemaal en welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Fadi Awad en vandaag wil ik met jullie praten over Adobe Express. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Door te klikken op de belknop, dan blijf je op de hoogte van de meldingen en de video's die ik vaak upload. We gaan zo dadelijk beginnen en surfen naar de website van Adobe Express. De site heet Adobe Express. We klikken hier erop en dan we zien dat wij op de hoofdpagina nu van Adobe Express, dus de site heet http://express.adobe.com/nl. Voilà, dat is de hoofdpagina van Adobe Express. Je kan Adobe Express gratis gebruiken. Dan heb je beperkte functies ofwel ga je de premium versie betalen. Ja? Aan de rechterkant zie je mijn foto en mijn account van Adobe. Plus aan de linkerkant zie je eigenlijk de startscherm. Aan de linkerkant zie je projecten, merken, bibliotheek, plannen en enzovoort. Adobe Express is eigenlijk een heel krachtige applicatie om iets te ontwerpen. En die applicatie kan gebruikt worden, dus Adobe Express kan gebruikt worden, zowel voor Android of iOS of PC's en iMac. Dus overal waar je bent, kan je jouw foto's of jouw design aanpassen. Wat kunnen wij ontwerpen? We kunnen wij logo's ontwerpen, we kunnen folder maken, we kunnen posters ontwerpen, Instagram berichtjes, Instagram verhalen, fotoberichten, Facebook berichten, sorry. YouTube miniatuur, dat is heel handig. Ja? YouTube, zeker voor onze YouTube kanaal. We kunnen een collage maken, uitnodiging, albumhoes, boekomslag en etcetera, etcetera, etcetera. Dus als je nog meer wilt weten, als je meer wilt weten waar wij kunnen nog ontwerpen, dan kan je aan de rechterkant klikken, alles tonen. Hè? En als je op alles tonen klikt, dan heb je aan de linkerkant hier mogelijkheden of schablones, hè? Die zijn beschikbaar voor ons allemaal. Dan voor flyers, dan heb je 5000 schablonen, vakantie creaties 600 en voor bijvoorbeeld YouTube miniatuur 2700 exemplaren of schablonen kant en klaar. Dat is al nummer 1. En nummer 2, niet vergeten, er zijn twee versies, betalende versie en gratis versie. En vandaag gaan we de gratis versie gebruiken en aan jullie laten zien. Dus we klikken op YouTube miniatuur. De afmeting is sowieso standaard. En dan, ze zijn gesplitst in categorieën voor kunst of zakelijk, onderwijs, mode, voedsel, gezondheid, muziek, fotografie, seizoenenbonden, reizen. Dat hangt af wat je gaat doen. En nog zoveel. Dus eigenlijk, we kunnen Adobe Express vergelijken een klein beetje met Canva. Ja, dat is eigenlijk zo copy-paste of ongeveer hetzelfde van elkaar. Ik ga nu beginnen. Ik ga niet zo dadelijk beginnen. Ik ben niet tevreden. Stel dat je niet tevreden bent van al die voorbeelden die je hier hebt, dan kan je zeggen, nee, ik wil echt zelf van nul beginnen. En dan kan je hier vanaf nul beginnen klikken. Klik hierop. De afmeting blijft hetzelfde. Dus wat gaan we kijken? We gaan kijken naar de linkerkant. En dan ga je kiezen. Ik wil een achtergrond kiezen. Niet vergeten, we moeten de gratis versie gebruiken.
Dus ik kies voor proberen dit te gebruiken. Dat is toch gratis, heel mooi. Ziet er goed uit, hè? Of kies ik bijvoorbeeld voor iets anders. Ik ga deze kiezen. Toevoegen als afbeelding. Ja, en de andere deleten. Voilà, zo. Dan heb ik dit gekozen als achtergrond. En dan nu ga ik kiezen, klik op icoontje tekst. Dan heb ik een schabloon voor een tekst hier aan de rechterkant of aan de linkerkant van jullie op het scherm. Zie je een kroontje, dat is een premium versie. Dus dit soort schabloon, tekstschabloon, kan niet gebruikt worden. Dus we gaan iets kiezen die gratis is. Bijvoorbeeld, ik kies deze. Klik hierop en ik probeer deze te bewegen met de muis. En ik ga de tekst aanpassen door te klikken hier in het vakje, bijvoorbeeld tutorial. En dan aan de linkerkant hier Adobe Express. Oké. Dus voor Adobe Express wil ik nog de kleur aanpassen. Dus alleen voor die, denk ik, dit. Ik geef een andere kleur. Ik geef die rode kleur. En ik klik Enter. Dan heb ik alle twee samen. Oké, het is tevreden. En onderaan kies ik mijn naam bijvoorbeeld. Fadi Awad. En dan hieronder. En geef ik nog perfect in orde. Gaan we een schaduw geven. Een beetje een andere kleur kiezen. Bijvoorbeeld in het rood een beetje schaduw. Oké. Ben ik tevreden. Nu wil ik nog iets toevoegen. Een logo van Adobe bijvoorbeeld. En dan ga ik een vorm kiezen. Of ontwerp assist, sorry. Ja, of achtergrond. Of een foto kiezen. Dan klik ik op een foto. Ik kan een foto uploaden. En ik heb al eentje gemaakt hier op voorhand. Ik heb die al afgehaald van het internet, van de website, officiële website van Adobe. En ik klik hierop. Dan heb ik het logo hierop. En ik ga proberen de size of het formaat van van het logo te verkleinen. Dan klik ik hierop. En ik probeer die te centreren. La. Oké. En dan hier probeer ik iets te zoeken, bijvoorbeeld naar nog vormen. En ik kies zoek shape, bijvoorbeeld ik ga proberen om bijvoorbeeld wat gaan we kiezen voor een YouTube kanaal. Dan gaan we zoeken star. Klik op star en we gaan kijken wat we krijgen. Puntje hier, dan gaan we dit doen. Dan gaan we klikken op de kleur en dan geven we een rode kleurtje. Dan zeg ik klik en dan probeer ik het formaat van de sterretje te verkleinen. Hierop en dan met de alt te klikken, denk ik. En dan heb ik een kopieke van zo. Zo, voilà. Dat is eigenlijk een heel kleintje, een voorbeeld die wij kunnen gebruiken. Hè? Hier mijn project, dan ga ik een naam geven, bijvoorbeeld design thumbnail, ster bijvoorbeeld, star. Hè? Dan zeg ik ja. Opslagen en dan kan je eigenlijk downloaden. Hè? Download starten. Dan heb je verschillende mogelijkheden om te downloaden, zowel als PNG
of JPEG, of als PDF. Ik ga hem als PNG downloaden. Ik start de downloaden. En dan ik probeer ja, mijn bestandje te openen. En ik bekijk en ik krijg dit als resultaat. Ik ben tevreden op dit moment. Hè. Ik kan nog een klein beetje zelf experimenteren bij je thuis. En helemaal op het einde. Dan kan je eigenlijk je feedback geven over help ons verbeteren. Hoe tevreden ben je van Adobe Express? Ik zal zeggen, ja, een beetje tevreden. En ik ga een opmerking schrijven. Niet alles gratis. Ja, dat is eigenlijk mijn... ja, iedereen moet betalen. Oké, okay, ik zend dat aan. Bedankt voor uw feedback. Dat is allemaal in orde. Dat was eigenlijk een voorbeeld die ik gemaakt heb voor jullie. En wat kunnen we nog doen? Je kan ook contact maken met jou. Als je een account hebt met Adobe Creative Cloud, dan kan je eigenlijk dit zogezegd vanuit je PC hè, terug verder aanpassen. Dat staat in de bibliotheek. Kijk, ik heb hier een bibliotheek, die staat het hierop. Ik ga terug naar de start en dan zien we hier plannen. Dat is iets nieuw. Wat kunnen we nog plannen? Ik kan zeggen, kijk, verbind mij met mijn sociale media, zowel Facebook als Instagram, TikTok, etc. We gaan nu beginnen met een logo te ontwerpen. We gaan kijken hoe kunnen we dat doen eigenlijk. We gaan klikken op het icoontje logo. Een plusje hierop. En dan hebben we verschillende mogelijkheden. Ofwel kies je een gratis versie, ofwel kies je een premium versie. Maar ik ga alleen wat aanvinken wat dat gratis is. Dus ik klik gratis. Dan heb ik verschillende mogelijkheden. Stel dat ik een eigenaar van een loopclub bijvoorbeeld. Ik klik hierop. Perfect in orde. Ik kies de kleur, de achtergrond. Kan ik die bijvoorbeeld oranje doen. Hè? Ik ga de tekst aanpassen. Dan zeg ik loop. Loopclub. En dan hier kan ik de tekst nog wat vergroten. Een beetje een andere kleur geven. Geef deze kleur of whatever. Ik geef wat zwart. Dat is beter. Voilà. En dan hier op de tekst. Dan heb ik hier bijvoorbeeld loopclub Fadi. Ah, wat? Een beetje vergroten, zo is. Geef een andere kleur. En dan huidige palet kies ik. Kan ook omtrek geven. Aanduiden. Dan kan ik bijvoorbeeld een omtrek qua een beetje groter maken. Of kan ik bijvoorbeeld aanbevolen lettertypen. Hij geeft dit lettertype. Ziet er perfect goed uit. Dus dat is kant en klaar. En heel snel eigenlijk hebben we een logo ontworpen. Wilt je dit aanpassen, dan probeer je een foto te zoeken of te uploaden. Hè? Bijvoorbeeld, whatever. Je mag het logo aanpassen en kiezen. En hij geeft u het juiste formaat van een logo. Je kan hem achteraf downloaden. En dan kies ik op dit moment, ja, ik wil een JPEG downloaden, start downloaden. Ik ga mijn bestandje open doen en dan zie ik het formaat, ziet er echt geweldig uit. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Als je opmerkingen hebt en zo, aarzel niet om mij te contacteren.
En ik zal zo spoedig mogelijk jouw vragen beantwoorden. Voilà, dames en heren, beste volgers. Ik zie jullie de volgende keer, de volgende video. Vergeet niet alsjeblieft mijn video te sharen en dan te liken, indien mogelijk. En dan, we zien elkaar de volgende keer. Dankjewel, dag, tot ziens.